In 2012 werkte het Hoogheemraadschap van Delfland in overleg met omwonenden aan het verbeteren van de dijk aan de Noordeindseweg in Berkel en Ronerijs. In de zomer van 2011 heeft er in het hele gebied van Delfland heel veel regen gevallen. En het heeft op een aantal plekken tot problemen geleid. Nou ja, onder andere hier aan de Noordeindseweg. En daar dreigde water door een dijk te gaan. En toen zijn er met zandzakken noodmaatregelen getroffen. En daar is dit project uit voortgevloeid. En we zijn nu in 2 jaar tijd zijn we bezig om de dijk te verbeteren hier, 2,5 kilometer lang. Gedurende de loop van het hele project is er klei aangebracht op de dijk om het weer stevig te maken. En is er beschoeiing geplaatst om het afkalven tegen te gaan. Ook zijn er veel bomen gekapt in dit gedeelte van de dijk. En dat leidt dan uiteindelijk tot een stevige dijk zoals we dat binnen heel Delfland willen hebben. Een dijkverbetering is vaak ingrijpend. Graafwerkzaamheden kunnen behoorlijk wat overlast veroorzaken voor de omwonenden. En bebouwing op de dijk kan van invloed zijn op de stabiliteit. Vanaf het begin af aan was er redelijk duidelijk dat dit project een andere aanpak behoefde. En we hebben dus gekeken naar hoe kunnen we dit het beste oppakken. Nou ja, daar is uiteindelijk een nieuwe werkwijze uit voortgevloeid. We hebben het in stukken opgeknipt. Op één stuk zijn we in overleg met de bewoners, op een ander stuk zijn we aan het ontwerpen en op een ander stuk zijn we dus aan het uitvoeren, zoals hier. Een ander facet is dat we dit project doen met alle afdelingen binnen Delfland. Dus elke afdeling kan via het projectteam zorgen dat het belang van dat stuk van Delfland geïntroduceerd wordt in het project. Het derde stuk is dat we intensief met de bewoners aan het overleggen zijn. We proberen echt naast een stevige dijk te maken dat de belangen van de bewoners heel goed geïntegreerd worden in hoe uiteindelijk eruit komt te zien. Om te zorgen dat dijken en kaden in goede conditie blijven, bewaakt Delfland de stabiliteit. Onderhoud is hierbij van groot belang. Delfland voert dan ook regelmatig controles uit. Het project verloopt erg voorspoedig en de dijk moet in 2014 helemaal gereed zijn.